De First Lady van Suriname, Melissa Santokki Sinashiri, heeft 20.000 SAD gedoneerd aan stichting SUAID. Dit deed de First Lady gisterochtend tijdens de laatste live-uitzending op Radio 10, Magic FM en ATV Suriname vanuit de NICU van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Bij de overhandiging van dit geldbedrag aan de operations manager van de kinderafdeling, Shirley Heath, zei de First Lady ervan verzekerd te zijn dat het geld goed gebruikt zal worden. Met deze donatie komen we weer een stap verder met de apparaten die we willen kopen. Ons gehoorapparaat, ons echoapparaat en de twee beademingsapparaten. Stichting SUAID vermeldde gisteren op haar Facebookpagina dat de Rotary Club of Paramaribo Kota en de getalenteerde koks van Kota, Men's Cookout, een donatie hebben gedaan van 20.000 Amerikaanse dollar. Deze bijdrage zal volgens Stichting SUAID een onmiskenbare impact hebben op de zorg voor de neonatale intensive care unit NICU van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.